elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Een indrukwekkende minuut stilte na het vreselijke ongeluk. Voorafgaand aan Topos tegen Sparta. Sparta op jacht naar de vijfde wedstrijd op rij zonder tegendoelpunt. Dat zou een evenaring zijn van het record uit 1962. Maar hier is wel Topos met Smeets. Die maakte er al 3 dit seizoen. Mikt hier net naast het doel van doelman Roy Kortsmit. Het is een saaie eerste helft. Logischerwijs geen doelpunten. In de tweede helft zet Sparta aan. En komen er ook kansjes. Deze is voor Rahi. Maar doelman Nicolai, overgekomen van Jong AZ, is een prima keeper. Dat bewijst hij al het hele seizoen. Topos en Sparta houden elkaar redelijk in evenwicht. En Topos is natuurlijk een ploeg om rekening mee te houden. Versloeg onder meer Twente. Hier is weer Smeets. En die raakt de paal. Doelman Kortsmit gezien. En daar komt Sparta goed weg. Zo houden ze nog altijd de nul. Maar goed, winnen, dat is misschien nog wel belangrijker. En Sparta zet wel aan in de slotfase. Krijgt een vrije trap. Rahi neemt die bal. Een ruime muur. En Olij met een fantastische redding op die vrije trap. Krijgt er nog net een armpje achter. En zodoende blijft het nog altijd 0-0 bij Topos en Sparta. Rahi nog een keer. En nu hoeft Olij niet in actie te komen. En kijk zijn reactie. Echt trots op die redding. Drenthe, kan hij dan het verschil maken voor Sparta met een lekkere pegel? Maar Olij, onklopbaar vanavond. En zo eindigt het in 0-0. Maar dat was niet het belangrijkste vanavond.